Dag lieve vrouwen. Binnenkort staat er bij Spirituele Praktijk Vanessa Broossens heel wat op de planning. Jullie zullen het misschien al wel gemerkt hebben dat ik bezig ben met iets, ja, een traject, een coaching traject waarin ik met vrouwen, enkel vrouwen, aan de slag ga om bepaalde trauma's uit hun leven aan te pakken, om bepaalde zaken aan te pakken en om hen te leren hoe ze beter met bepaalde situaties om kunnen gaan. Dit traject is een online coaching traject. Waar dat we ook 3 live dagen bij gaan hebben, waarin dat we lichaamswerk gaan doen en allerlei activiteiten om meer en meer in ons vrouwelijke stuk kunnen te dalen. Het is een mooi project, het is een mooi traject, het is een heel avontuur eigenlijk gewoon. Daarom noemen we het ook vrouwenkracht, het zelfliefde avontuur. Het avontuur naar jezelf graag zien, het avontuur naar zelfwaarde, weten waar je waard bent, weten waar jij voor staat, jezelf durven en kunnen en mogen erkennen in wie dat jij bent, jouw authentieke zelf, maar ook het avontuur naar zelfvertrouwen, het avontuur naar grenzen leren stellen, het avontuur naar nog zoveel meer moois. Het is heel mooi, heel puur, het is intens. Uiteraard, want je beseft zelf ook wel dingen die dat al jaren op jouw systeem zitten of verder komen vanuit patronen, vanuit generaties of blokkades of bepaalde situaties dat jij in je kinderjaren hebt meegemaakt. Trauma's, laat het ons zomaar noemen, die heb je niet op 1, 2, 3 uit je systeem. Daarom dat het ook best een intensief programma is. Maar als jij zegt van, het wordt tijd dat ik voor mezelf ga kiezen, want ik ben het waard. En ik mag mezelf graag gaan zien en ik mag weten wat ik waard ben en ik mag mezelf erkennen en ik mag eindelijk zijn wie ik ben, werkelijk ben. En ik mag mijn grenzen kunnen stellen en ik mag eigenlijk potverdikke wel zelfvertrouwen hebben in mezelf, want hey, zeg, je weet wel wat ik bedoel. Als jij nu zegt, ja Vanessa, dat is echt iets voor mij, ik wil met jou aan de slag. Wel, vanaf vandaag is de wachtlijst open, kan jij je zetten op de wachtlijst. En dan van het moment dat het traject effectief open gaat, de deuren open gaan, dan krijg jij als eerste bericht van wat je allemaal kan doen om je in te schrijven, effectief in te schrijven. En of je dan instapt, al dan niet. Hè. Dus het is nog geen verplichting om effectief in het traject in te stappen. Maar weet wel, als jij op de wachtlijst staat, heb jij voorrang op alles. Het is uiteraard een traject met allemaal vrouwen, waardoor dat er ook veiligheid gaat gecreëerd worden. Nu, waarom doe ik het met verschillende vrouwen en niet één op één? Omdat ik ervan bewust ben dat je dan kan voelen van dat je niet alleen voor staat. Je beseft dan ook dat je, als je aan kruisbestuiving gaat doen, als je samen met een heleboel dames datzelfde kan bereiken, dat dat veel krachtiger is dan wanneer je dat één op één doet. Dus ik kijk er ontzettend naar uit om met jouw lieve vrouw aan de slag te gaan. Want jij bent het waard en ik wil jou zo graag verder helpen. Zie ik je dan? Als jij op de wachtlijst wil komen, dan stuur je maar gewoon naar mij een privéberichtje of een mailtje naar info@vanessabroossens.be. En alle info dat jij nodig hebt, komt eerst in jouw mailbox dan terecht. Tot dan!